ik ben wel een Bourgondier, ja, dus ik ga wel heel graag naar het Vrijthof, naar de markt of wat dan ook. Dus nee, dus ja, voor mij is het heerlijk om hier te zijn. Als ik dan ook nog hier weer kan voetballen en plezier kan hebben en iets moois ervan kan maken, dan is dat perfect. 14 jaar geleden liep hij hier ook al rond, toen als jonkie. En dit was zijn laatste wedstrijd in het shirt van MVV in de Geuzelt. Toen had hij al een voorspellende gave. Als ik de kans heb om later absoluut op het einde van mijn carrière terug te komen bij MVV, dan doe ik dat zeker. En nu is hij vooral gehaald als karttrekker voor de jonkies. Met de ervaring van Brian kunnen we die heel goed gebruiken. Die kent de klepper van de zweep, komt zelf hier uit de omgeving, heeft hier zelf gespeeld. Eredivisie niveau gespeeld, dus ja, die jongen die kan met zijn ervaring wel het in overbrengen. Ik weet wel dat mijn taak gaat zijn, ja, en dat is ook alleen maar goed. Dus en daar heb ik ook super veel zin in, om die jongens te helpen daarin. En een van die jonkies is het talent Ryan Boufrahi van net 18, die de Belgische topclubs voor het uitzoeken had, maar toch voor MVV koos. MVV is een mooie club. Ik ben ook komen kijken. Heel mooie supporters. En nou ja, technisch voetbal hier. En in België is het alleen maar lopen. Vandaag was het weer even afzien met de shuttle run test. Om uiteindelijk fit te zijn voor de start van het nieuwe seizoen. MVV is niet bang om de lat hoog te leggen. Je hoopt gewoon weer dadelijk mee te kunnen doen aan die play-offs. Ja, dat is wel iets waar ik zeker naartoe wil werken. Of dat realistisch is, dat gaan we zien. Maar je moet wel een doel hebben. Ik wil daar wel voor gaan. En dan wil ik wel eens mijn persoonlijke doelstelling. En zonder dat ik al een goed beeld heb van de komende spelers die misschien nog erbij gaan komen. Is er wel iets waar ik naartoe wil werken om dat weer opnieuw te realiseren. Maar dan is er nog wel werk aan de winkel. Want het ontbreekt nog aan voetballers met figuren. Ik denk ook dat het nog nodig is dat we wat ervaringen bij krijgen. Of wat jongens die wel iets meer wedstrijden in de benen hebben gehad. Smeets is in ieder geval blij dat de shuttle run test erop zit. Zaterdag de eerste oefenwedstrijd tegen SV Bergh.